eerste editie van een Caribische conferentie voor dermatologie in Suriname is een unieke kans om informatie uit te wisselen over het vakgebied. Dermatoloog Esther Layafat geeft in een gesprek met de redactie aan dat Suriname niet onderdoet voor andere landen op dit domein. Ze zegt dat tijdens deze conferentie heel veel over de donkere huid wordt gesproken, terwijl er op andere congressen van dermatologie meer wordt gesproken over ziektebeelden op de lichte huid. Het is heel erg interessant, heel leuk. Allerlei ervaringen worden uitgewisseld. En voor Nederland is het leuk omdat er heel veel over de donkere huid wordt gesproken. Meestal gaan de congressen van dermatologie over ziektebeelden op de lichte huid. En dit is nu echt donkere huid, maar dat is wel Caribisch gebied als Suriname natuurlijk. De wetenschapper geeft verder aan dat er over het geheel Caribisch gebied, zoals in Europa en andere ontwikkelde landen, de behandelingen binnen de dermatologie op een hoger niveau geschiet. Ja, er zijn veel overeenkomsten, in ieder geval Caribisch gebied. En ze zijn wel verder in hun bijvoorbeeld behandelingsmethode. Nee, wij praten alleen over evidence-based medicatie, ja. Niet over huismiddeltjes of kruiden of zo, nee. Dat is niet wat hier aan de orde is. Suriname kan zeker leren van andere Caribische landen, meent Layafat. Orale en biologische medicatie kan namelijk meer geïmplementeerd worden binnen de Surinaamse dermatologische sector. Aan deze conferentie in Suriname, die duurt van 1 tot 3 november, participeren dermatologen uit Nederland en meer dan 5 Caribische landen.